Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, de klok die slaat 2. Ik ga sowieso mijn ogen laten testen bij Hans Anders, want de prijs is anders. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, de klok die slaat 2. Maar het is inmiddels al op de computer 2:04. Maar het doet er niet toe. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, en wat staat ons te wachten? Nou, ik ga sowieso mijn ogen laten testen bij Hans Anders, want de prijs is anders. Maak ik reclame? Ja, ik maak reclame. Maar ik word niet gesponsord hoor. Nee. In ieder geval, Karin gaat mee. Die is nou eerst Roderick aan het bellen. En ik ga eerst even met de hondjes uit, want ik moet er pas 3:15 wezen. Het is nou net 2:00. Dus dat red ik makkelijk. En ik ga dus op de booster erheen. En ja, dat staat ons te wachten. We gaan er weer een leuke, gezellige middag van maken. En we nemen jullie daar natuurlijk gezellig in mee. En ja, bij Hans Anders kan ik niet filmen, want ja, dat gaat niet. Ik ben de cliënt en dat gaat het niet worden. Dus Karin die doet dat even en ik hoop dat ik de beelden er ook van krijg. Ja. Dus het is al aangevraagd of het mag en het mocht. Dus helemaal top. Maar oké, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet weer wederom van jullie dag, want het is weer prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, ja, daar zit wel wat bewolking in, maar dat zijn wolken wat uit elkaar, hoe noem je dat? Net veren wappen zeggen. En jij moet niet zo liggen te mekkeren. Zo dan. Maar in ieder geval, ja, ze moeten er nodig uit. Maar ze zijn al een aantal tegenkeren in de tuin geweest. En daar kunnen ze ook wat doen, weet je. Maar nou, leg deze zo lekker zielig te doen. Hé, Elwin? En dan blijf je stil. En daar legt de andere dame. Die heeft vandaag weer al een keer overgegeven. Ik weet niet wat ze doen om me. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en we spreken elkaar gewoon later weer.